Yo mensen, Jaraske hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 50 One Shot One Kills. Hier natuurlijk op Call of Duty Black Ops 2. In deze serie proberen wij natuurlijk in een potje, één potje, 50 keer de One Shot One Kill medal te halen. En dat is moeilijk. Dat is echt zonder grap heel erg moeilijk. We hebben tot nu toe al 30, 35, 40, volgens mij zelfs een keer 44 One Shots gehaald in één potje. Maar we moeten echt gewoon naar die 50 toe. Vind je deze serie dan leuk? Ram natuurlijk sowieso kijk op de like op, dat helpt mij enorm. En dan gaan we gewoon kijken wat wij kunnen gaan verrichten. Daar is in ieder geval kill nummer 1 alweer. Ligt dus hier voor, dankjewel. Er blijft weer heel veel camp. Ik doe dat normaal gesproken nooit, maar nu ik met die sniper bezig ben, is het misschien wel handig om hier even eventjes gewoon even te campen. Gewoon, ik doe het normaal gesproken nooit, dus mag gewoon een keer. Ligt er 1 op de bevel van de enemies, dus die moet eraan. Ligt die er nog op? Nee, hij is al dood. Hoe ga ik dit doen? Dus ga ik er gewoon op af? Fuck it. Fuck it. Ik ben dood. Ja, shit. Je zag niet op de minimap, jongen. Ik dacht, ik ren er gewoon in, joh. Fuck it. Misschien ga je dood. Misschien haal je een mooie feed. Misschien haal je wat kills. En alles is natuurlijk welkom. Wat ik nog moet doen, by the way, dus dat vergeet ik elke aflevering, is ik moet de tactical insertion aangezetten, man. Heel veel mensen zeggen dat in de reacties van, joh, zet de tactical insertion aan. Ik ben het vergeten. Ik zet hem aan, maar ik ben het nu vergeten. Dus help me even herinneren in de comments onder deze video dat ik mijn tactical insertion aan moet zetten, man. Want ik ben het namelijk weer vergeten. Dat is nu de tweede keer dat ik het ben vergeten. En dat is nou net niet de bedoeling natuurlijk, want ik moet dat ding gewoon aanzetten, want dan kan ik weer in de enemy een spawn spannen met die tactical insertion. Ja, ik hoor hem hier lopen, ja. Teammate, tanks. Zo. Oh, wauw, Jan, die was heel scheef. Ik weet niet waar die kogel naartoe ging, dat was echt de meest scheef kogel die ik tot nu toe heb geschoten, maar ja. Maakt niet uit, teammate heeft een orbital visor in de lucht hangen, ik weet niet wie dat is, maar dankjewel. Ik ga ook niet op het scorebord kijken, dus ik kan het ook niet zien. Oh, kut. Kijk, komt die nu. Dank je. Ik kijk even op die minimap. Daarvoor heb je die orbital visor natuurlijk. Want dan kan je zo bekijken wanneer die enemy op de bepaalde spot zit waar je hem ook wil killen. Dus die orbital visor is in dat soort gevallen echt zo handig, jongen. Dat wil je niet weten. Dus ja, maak er gewoon goed gebruik van. Maak er gewoon gebruik van. Maak er gewoon zoveel gebruik van dat je eigenlijk geen gebruik meer van wil maken. Want dan gebruik je je orbital visor goed. Gewoon helemaal dat ding de hele tijd erop kijken. Kijken waar de enemies lopen. En ze gewoon dwars door de kop heen knallen. Wat ik nu natuurlijk ook probeer. Ik hoorde je vriend. Ik hoorde hem in die smoke iets omroepen. Dus ja, er zit er natuurlijk sowieso een enemy. Ik ga even reloaden. Nieuwe fietsje inroepen. Dankjewel. En gaan we die weer aan. Snel voordat die leiding er is. Ah, oh, net te laat met die tweede kill, jongen. Net te laat met die tweede kill. Die leiding was net te vroeg. Ik wist dat hij daar ging komen, jongen. Jammer. Ik heb wel een counter voor ze, dus alsjeblieft. We zijn nu best wel lekker onderweg, hoor. We maken veel sniper kills. We kunnen er nog wel meer maken, natuurlijk. Maar we zijn nu lekker onderweg naar die 50 one-shot. Teammate. One kills. Even zonder grap, hou. Ik vind het heel leuk dat je dat zo doet. Je hebt er alleen echt zonder grap helemaal niks aan. Kut, ik ben dood. Dat was tanks, teammate. Tanks. Je redt mijn leven. Ja, dat was de killstream, maar oké. Je redde mijn leven. Oké, dat is ook... Ja, oké. Ja, nu is het genoeg. Klaar. Teammate, niet meer doen. Kut, we hebben alle vlaggen, man. Dat haat ik zo hard de tijd. Ja, wat een kutzooi. Ik wilde al eerder schieten. Ik had mijn richtpunt precies op hem. Dat ik schiet. Alleen mijn kogel die zat er nog niet in. En als je kogel nog niet in je wapen zit, dan kan je hem natuurlijk ook niet schieten. Kut, man. Dat was heel dom. Oh, dat was collateral. Nice. Spannen ze nu hier? Ontspannen ze in mijn rug. Dankjewel. Oh, jammer. Ik ga nu op het scorebord kijken hoeveel kills we op dit moment hebben. Dat hou ik even geheim. Voor mezelf en voor jullie. Jullie kunnen natuurlijk weten hoeveel kills ik heb, als jullie hebben geteld, maar ik weet het zelf ook niet. Ik denk dat het rond de 18, nee, meer. Maar ik weet het niet. Normaal gesproken kan je ongeveer een indicatie geven hoeveel kills je hebt, maar geen flauw idee. Op dit moment echt geen flauw idee. Dankjewel, die kill was voor mij. Sorry teammate, maar ik wilde hem hebben. Uh-oh. Dat is een van die dingen die we niet willen krijgen, jongens, hitmarkers. Dan krijgen we namelijk ook geen one-shot voor, omdat je hem natuurlijk twee keer moet raken. Oftewel, we hebben daar helemaal... Maar ik had helemaal niks aan. Wauw, hij bleef gewoon doorschieten zonder dat hij me zag, man. Dat vind ik zo noep. Hij wist niet dat ik daar nog stond. Ik kon ook gewoon weg zijn gekropen, terwijl ik bukkend liep. Maar die vent die bleef gewoon doorschieten. Dat vind ik zo noep als mensen dat doen, jongen. Echt waar. Maar ja, mensen doen het. Mensen vinden het leuk. Dus lekker laten gaan, natuurlijk.
Wauw, scheef Jan, scheef. Vieze camper die je bent. De eerste ronde zit erop, we hebben echt al veel kills gedropt, jongen. Nee, we moeten er meer, man. Dit is nog niet genoeg voor die 50. Nee, ik kan niemand meer zien, nee. Kan nog iemand killen in de laatste 4 seconden? Maakt niet uit als ik dood ga. Ja, dat is 1. Nee, kut. Ah, ik dacht die noodskop gaat misschien wel raken, maar dat is niet gebeurd. Oké, ik heb op het scorebord gekeken, 25 kills. Dat is gewoon de eerste ronde, hè. Dus dan weten we ongeveer een indicatie van wat wij moeten doen in de tweede ronde. Dat is gewoon ongeveer weer dezelfde ronde neerzetten als in de eerste ronde. Want dan gaan we goed. Als ik gewoon nog een keer 25 kills kan pakken, dan is het goed. Meer is altijd beter, want we hebben natuurlijk al een hitmarker gekregen. We hebben ook al mensen gekillstealed. En dat telt niet mee als een one-shot, want dan krijg je natuurlijk niet in één keer de kill. Dan help je je teammate, of dan krijg je eerst een hitmarker. Dus, ja, weet je, dat maakt het nog even wat moeilijker. Maar we hebben in ieder geval 25 kills in de eerste ronde, dus dat is goed. En nu moeten we doorgaan voor de andere kills. Hij gaat er lekker voor staan, joh. Ik kan er toch doorheen kijken. Hij is gepoept. Mooie orbital visit, teammate. Goed gedaan, man. Ik kan er ook heel veel op zien. Hij heeft wel gehaald, daar niet van. Alleen, ja, je ziet er natuurlijk helemaal niks op. Ah, vieze camper hamster. Dat deed je net ook al. Net killde hij me ook al in die garage, hè. Nu zit hij er nog steeds, man. Dat is echt een noob, maar ja, oké. Okay. Fuck hem. Soms heb je noobs in zo'n game zitten, hè. Tadaa, hij is er een van. Nu kan je wel het zien op die orb, toch, gelukkig. Hebben jullie nou al gekillt? Dankjewel. Die orbital visit is alweer voorbij, man. We hadden net een orbital visit. Daar hebben we 2 seconden op kunnen kijken. What the fuck? Oh, wow. Enemies hebben een orbital. Serieus? Fucking serieus? Jongens, de eerste ronde ging goed. De tweede ronde nu gaat echt gewoon puur dus kak. Tot nu toe, hè. We zijn nog niet klaar. Mijn hele team zit ook gewoon te campen. Dus jezelf... Je knalt het verkeerd af. Hij knalt het verkeerd af. Wedden, hij staat nu om mij te scopen. Wedden. Oh, wat een lucky bastard. Kill dan die camper, man. Ik stond er serieus maar 1 minuut. Nou, nog ineens. Nog ineens. Een paar seconden, kan ik beter zeggen. En dan killt hij mij, hè. Het is gewoon een nice streak, jongens. Hitmarker, daar heb ik niks aan. Dude, ik krijg een hitmarker naast je, vriend. Teamwork, hè, teammate. Nou, dan zitten wij in een team. Ja, die was scheef van me, sorry. Die DSR, die schiet... Ik vind hem lekker schieten. Alleen het punt is... De reload duurt volgens mij ook langer dan de ballista. Dus hij kan al eerder schieten. Losing A, serieus? Fucking hell, hé. Niemand let ook op, hè. Zag je dat? Ja, we hebben hem. We hebben tenminste een vlag. Oké, dat is goed. Nu nog zorgen dat we hem houden. En dat ik niet dood ga. Dat is zo moeilijk aan een sniper, jongen. Je hebt 1 kogel de kans om die kill te pakken. Als die kogel misgaat, ja, dan weet je lul. Het is heel simpel. Maar daar bent hij gewoon de lul, jong. Kut, ik ben dood. Of die vent die komt recht om afrennen. Thanks! Ik ben net kijken op die map. Want ik weet niet of hij daar nog steeds zit te campen. Hij zat daar. Oh. Oh, wat een onzin. Wat een fucking onzin, gek. Zo. Doei. Potje is nog lang niet afgelopen, man. We hebben nog steeds 1,5 minuut. Rot op. Ze kunnen nog steeds de kills halen die we nodig hebben. Het is alleen een beetje moeilijk. Maar alles is nog mogelijk. Gelukkig. Campertje. Ja, daar ligt hij weer. Ah, dat is weer hamster. Is weer die fucking hamster, hè. Ik kon het gewoon al weten dat hij daar lag, jongen, ergens. Ze zitten namelijk allemaal te campen nu, die enemies. Ze komen in span ook. Nou, eentje loopt de hele tijd in span uit. 1 iemand met een scar of zo, die loopt de hele tijd uit. Maar voor de rest zit iedereen van die enemies nu gewoon te campen. Oh, jammer. Die loopt moet net ietsje sneller zijn, man. Hij gaat net iets te traag van die DSR. Maar hij schiet wel lekker, hoor, deze sniper. Ja, kut. Fucking hell. Die teammate zit met dit te kut hier, hoor.
Die een beetje stinkt, ouwe. Je bent echt kapot noem, want je hebt nog geen enkele kogel raakgeschoten. Bij mij kan hij ook geen kogel raakschieten, want ik hoor bij hem, maar... Bij de enemies mist hij ook alles, dus zoveel, heel veel... Nou, eigenlijk, ik heb er helemaal niks aan. Zo. Ram even die beesten in, jongen. Even die enemies spannen, jongen. In één keer, bam. Zaten we er in één keer in. Dat moeten wij hebben, jong. En Puk zit erop, jammer. 44 kills we kunnen oppakken. Nou, dat is weer niet genoeg natuurlijk. Henky Spanky die heeft wel 60 kills opgepakt. Is goed gespeeld, jongen, met je C4. En je Silencer. Oftewel, waarschijnlijk heeft hij een Ghost Class, denk ik hoor. Ik weet het niet. Ik ken hem niet. Ik weet niet of hij heeft gespeeld. Maar hij wordt hier gekwikschopt. Jammer, Henky Spanky. Maar hoeveel one-shots hebben wij gedropt? We hebben 44 kills. Precies 5000 scoren. Nice. Hoeveel one-shots? Ik gok op 33. Ja, 33 zeg ik. 33. Ik zeg 33. 35! Oh, we zaten er overheen. 35 one-shots van de 50 hebben wij gehaald. Wat inhoudt dat we de serie natuurlijk automatisch niet hebben voltooid. Maar dat kon ik ook al zien aan het scorebord. Dus mensen, heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Mocht je nou hebben genoten, dan natuurlijk hier beneden kaart op de like op de help mij enorm. En hoop ik jullie ook weer te zien bij de volgende aflevering. Of natuurlijk bij een andere video. Dus tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye.